Dit is Pieter. Hij is 14 jaar oud en hij is druk bezig zijn huiswerk te maken. In Pieters hersenpan zitten alle hersencellen al op hun plek. Dat zijn er ongeveer 100 miljard. Pieters hersencellen zijn nog volop in ontwikkeling. Elke hersencel is druk bezig nieuwe verbindingen aan te leggen naar andere hersencellen. Op die manier leert hij steeds nieuwe dingen. Pieter heeft bijvoorbeeld geleerd om elke dag naar de middelbare school te fietsen. Het is een flink stuk fietsen, maar hij kent de route op zijn duimpje. Verkeersregels zijn ook geen probleem. Zo komt hij elke dag weer veilig aan op school. Maar hoe werkt dat precies in het hoofd van Pieter? De hersenen van Pieter zijn druk bezig alle boodschappen op de juiste plek te krijgen. Er wordt nog druk gebouwd aan alle paden. Met name het voorste gedeelte van de hersenen moet zich nog ontwikkelen. Daar worden alle verstandige beslissingen genomen. Het duurt jaren voordat alle verbindingen goed op elkaar zijn afgestemd. De verschillende hersengebieden werken nu nog niet helemaal goed samen. Daarom lukt het nog niet altijd om verstandige beslissingen te nemen. Als Pieter druk bezig is met zijn vrienden, dan laat hij zich snel leiden door zijn gevoelens. Hij wil graag spannende dingen doen. Maar hij denkt op dat moment nog niet aan wat er allemaal mis kan gaan. Soms gebeuren er daardoor ongelukken. Maar er gebeurt nog meer in Pieters hersenen. Speciale hersengebieden laten steeds meer hormonen vrij. Zulke hormonen hebben invloed op het gedrag van Pieter. Hij komt 's ochtends bijvoorbeeld moeilijk uit bed. Maar Pieter krijgt ook last van wisselende stemmingen. En hij probeert zichzelf te bewijzen. Vooral tegenover meisjes die hij leuk vindt. Waarom gebruik je je hersens niet?